Ben je ziek, ziek van Edwin? Ja, zeker. Zeker als je andere uitslagen ziet en je ziet hoe het de hele dag is verlopen. Heeft het ons in alle opzichten niet echt meegezeten. Ik denk dat we redelijke wedstrijden. We hebben niet heel veel kans gecreëerd. Maar ik denk dat ze wel tot 3 punten hadden moeten komen vandaag. Minimaal 1. Ja, op welke details verlies je dan deze wedstrijd? Nou, ik denk dat we komen goed weg met de kans voor hun bij 0-0 die op de paal gaat. Daarna pakken we het over, kregen wij mogelijkheden. Daarbij moet de scheidsrechter echt een penalty geven van ons. Waarbij hij met een handsbal door laat spelen. Dat heeft invloed. Hij heeft verzuimd om een rode kaart te trekken. 2 keer geelbeun. Dat heeft invloed gehad op de wedstrijd. We dekken 1 keer niet goed. We maken daar een onnodige overtreding. Dat vond ik het rechte penalty. Maar die details hebben bepaald dat we niet winnen. We missen op een grote kans met Kevin Jansen. En de keeper pakken een goede cornerbal. Die kon er ook in gaan. Dus die 5-6 momenten hebben bepaald dat wij niet winnen vandaag. Ik vond de scheidsrechter daar ook zeker wel invloed op hebben gehad. Het was een belangrijke wedstrijd. Jullie konden het gat met Spakenburg tot 4 terugbrengen. Hoe groot was die druk om dat vandaag te doen? Ja, druk zit er zeker wel op. Alleen ja, daar ben ik zelf niet mee bezig. Ik vind gewoon, als je vandaag ziet, we gaan nu 10 punten bij ons weg. Als je bij de ploeg ziet, ja, zit er niet veel verschil meer tussen. We hebben ons goed versterken nu in de stop. Dat verschil is kleiner geworden. En ik vond het ons eigenlijk beter dan Spakenburg. Zijn het dan punten waar je aan vast kan houden? Van Spakenburg staat 10 punten boven ons, maar doe niet voor ons boven. Nee, maar je ziet dat het allemaal finales zijn. Kijk, ik kom vandaag met een strijdplan. Dat staat, ze weten dat ze 7 punten voorstaan. Het is niet het begin van de competitie. Zo zijn ze hier ook naartoe gekomen. Ze hebben niet gevoetbald. Ze hebben tegenhouden en gewacht op de kans. Waar ben je het meest teleurgesteld over? Ja, uiteindelijk dat we geen resultaat hebben gehad. Maar ik hoor je over de scheidsrechter. Hoe kijk je naar je eigen ploeg? Nee, maar als je het over scheidsrechter, is een man die meedoet in het spel. Hè. Hij bewaakt de spelregels, hij hanteert de regels. En ik vond dat hij vandaag met die handsbal en met die tweede gele kaart verzuimd om invloed te hebben op die wedstrijd, want dat had hij. Nou, en dan kijk ik naar mijn eigen ploeg en dan kijk ik dat wij te weinig kans hebben gecreëerd. Eén keer slecht deken, maar dat we wel moeten winnen, toch? Had je het gevoel als we op voorsprong gekomen waren, dat je hem dan gewonnen had? Wat zeg jij? Had je het gevoel als je op voorsprong gekomen was, dat je hem dan gewonnen had? Ja, dan geef ik jou nog 1 kant op, maar ik denk het wel, ja. Weet ik wel zeker, eigenlijk. Heel goed, dankjewel. Alsjeblieft, succes ermee. Yes, dankjewel, man.